trainer van Zwart Gesthuis. Wat een mooie wedstrijd, wat een rot resultaat. Ja, ik denk een slamielige nederlaag vandaag. Want het was echt een mooie pot, in ieder geval voor ons om naar te kijken. Ja, wat dat betreft kijken wij misschien wat gekleurder, wat minder neutraal in die zin. Hè. Soms wil je het wat minder open hebben. Maar ja, ik had het idee dat wij niet minder waren dan een koploper vandaag. Tuurlijk, we krijgen over en weer wel wat kansen, wat mogelijkheden. Alleen een nederlaag vond ik in ieder geval onnodig. En als je misschien naar de ranglijst kijkt, dan zeg je van, goh, jullie doen het goed. Maar dat is niet het gevoel waarmee wij het veld op gaan en met de intentie waarmee wij aan een wedstrijd beginnen en willen eindigen. En wij willen gewoon winnen. En dat is niet gelukt en dat maakt het gewoon heel zuur. Een hele fase in de wedstrijd waarin wij dachten, nou, nu gaat NAC stormen, nu komt NAC. Kreeg het vrij snel weer onder controle, jullie. Ja, klopt. We hadden daarin geen problemen. Volgens mij hebben zij in de eerste helft een kans gehad vanuit de spelervatting die Matthijs goed pakt. Ja, de tweede helft volgens mij twee vrije trappen met Van Hooydonk, eentje op de lat. Eentje die Matthijs overtikt en dan de goal. Ja, daarin hebben wij nog een aantal kansen gehad met de bal op de lat en een bal op de paal. Dus ja, goed, bij hun valt hij er op dit moment gelukkig wel in en wij hebben daarin wat pech. En verlies je heel smielig. Ja, we bleven redelijk goed ons ding doen en we lieten ons niet van de wijs brengen door het publiek of wat dan ook. En dat deden we denk ik wel redelijk. En wat ik zeg, we kregen wel wat kansjes, met name eerst zelf wat schoten vanaf de 16. Tweede helft misschien ietsje minder, maar ik vond gelijk opgaand en ik vond het gelijkspel was misschien eerder verdiend geweest. Maar ja, zij schieten wel tegen de touw en wij niet en dan maakt het een hele zure avond zo. Wat is dat een extra vervelend gevoel dat het nou niet lukt? Of is het toch het gevoel van, nou, we hebben het ook behoorlijk gespeeld tegen de nummer 1? Ja, beide. Ja, nu op dit moment sta je hier met een rotgevoel. Maar je wedstrijd wil winnen en naar boven wil kijken. En de aansluiting met een aantal ploegen wil pakken. En uiteindelijk wisten wij wel dat NAC ook een aantal punten had waarom wij ze in die zin pijn konden doen. Nou, dat kregen we wel voor elkaar. Dat is nogmaals, uiteindelijk verlies je heel slimielig. En als je dan een beetje terugkijkt naar het spel, hè, als je kijkt naar de koplopen, ja, dat doen wij echt niet voor onder. Dus we zien wel stappen in het spel en de manier van spelen. Ja, alleen is al een leuke aardig. Uiteindelijk wil je dat ook, dat het resulteert in punten. Gevoel van trots mag wat mij betreft ook. Want je hebt echt goed gespeeld vanavond. Ja, maar dat is... Als sporter koop je daar weinig voor. Je hebt liever dat je dan een slechte wedstrijd wint. Omdat je dan 3 punten pakt dan dat je misschien met een gevoel van trots hier mag staan. Zo voelt het op dit moment in ieder geval niet. Even gewoon bij boven in het stadion rustiger naar de wedstrijd kijken. Je speelt tegen de nummer 1 van de eerste divisie, de periodekampioen. En je bent eigenlijk gewoon gelijkwaardig voetballend. Ja, dat vond ik ook. En dat maakt ook de nederlaag zo extra zuur. Als we Dordt uit even wegdenken, is het wel een stijgende lijn in het spel? Ja, dat klopt wel. Kijk, en weet je, Dordt uit vond ik ook nog niet zo. Kijk, op het moment dat je een wedstrijd verliest, wil niet altijd zeggen dat je heel slecht of gespeeld hebt. We hebben daar niet top gespeeld, maar ik vond wel dat we daar redelijk gespeeld hebben. Alleen verlies je dus 2 spelervattingen. En dat was daarvoor al vaker. Ik vond Den Bosch bijvoorbeeld de eerste helft, ja, die vond ik wel echt heel slecht. Maar ook om terug te komen op jouw vraag, je ziet wel stijgende lijn in ons spel, maar uiteindelijk moet het wel resulteren in punten. Dus daar kun je wel verder mee, alleen nu overeerst even teleurstelling van de nederlaag. En dan de slotfase, ik zat bovenin, ik zat me helemaal kapot te erger aan het theater en het gele kaartenvraag en de schwalbus bij de cornervlag. Hoe was het op het veld? Ja, dat irriteert mateloos. Misschien, ik weet niet of ik het ook zelf zou doen of zelf helemaal achter zou staan, maar ik vind poppenkast en... De scheids liet zich daar iets te veel in meenemen. Maar goed, dat is hun goed recht. Zij staan 1-0 voor. Waarom zouden ze het niet doen? Alleen daar erger ik me mateloos aan. Maar goed, nogmaals, dat is hun goed recht. En dan moeten we het gewoon bij onszelf zoeken. En dat we maar hadden moeten scoren. Ik denk met name een paar momenten van, oh, als nu de paas naar Moussaba of Okita goed is, dan zijn we weg. En die kwam iedere keer net niet. Ja, bij momenten, een aantal keren wel. De bal van Okita volgens mij op de lat, de stift. Die keeper volgens mij net nog tegen de paal aan tikt. De bal op de paal volgens mij nog. Of op de lat van Mart Dijkstra volgens mij. Ja, dan moet het ook even een beetje mee zitten. Dan maak je die 1-1 en dan haal je een dik verdiend punt hier. Ook momenten een aantal keren dat je denkt inderdaad, hè, antwoord ik even op jouw vragen. Die laatste paas moet even wat beter. Dan creëer je misschien ook wat meer, iets meer rust, hè, rond de 16 hebben. Niet te snel, dan komen we tot afronden. Maar goed, uiteindelijk nogmaals denk ik dat zij ook niet veel gecreëerd hebben. Laat ik zo zeggen, je wilt punten halen dat voortkomt uit goed voetbal, uit de kansen afdwingen. En in plaats van dat je steeds op geluk wint, hoewel je daardoor op de ranglijst bij wijze van zou klimmen. Dus het liefst combineer je die twee dingen, maar dat is ons nog niet gegeven. Dus daar moeten we wel gewoon keihard doorgaan met z'n allen. En
zorgen dat we gaan winnen. En dan klimmen we vanzelf weer op de ranglijst. Maar nogmaals, dat moet wel vanuit goede dingen voortkomen, niet vanuit toeval. Vind je de break wel even lekker? Of zou je ook liever volgende week weer gevoetbald? Ja, dat werkt twee kanten op. Kijk, we zijn allemaal fit. Hè? De hele groep is fit, dus dat is een voordeel. Wat dat betreft kunnen we gelijk doorgaan. Maar aan de andere kant kunnen we nu al weer wat langer trainen. Maar uiteindelijk wil je ook deze smaak wel weer wegspoelen van die nederlaag. En wat jij net zei, het betere spel continueren. Ja, maar goed, het is niet anders. We moeten daarmee dealen. En we kunnen ze in die zin ook een paar dagen rust geven. Maar het liefst had ik weer snel gespeeld. Wat mij betreft had ik dinsdag weer gespeeld, zodat we dit weg konden spoelen en ons konden revancheren. Maar dat is ons niet gegeven. En dan moeten we even rust hebben in die zin dat we geen wedstrijd hebben. Maar we moeten wel keihard aan de slag om onszelf als team en als individu te verbeteren. En daar moeten we gewoon keihard aan door blijven werken. En dan Excelsior maar opvreten dan? Laat die dan maar komen. Ja, periode 1 zit erop, periode 2 komt eraan. Hebben jullie stoute plannen? Nou, stoute plannen, onze doelstelling blijft daarin hetzelfde. Kijk, wij hebben andere doelstellingen dan bijvoorbeeld de Graafschap die je uitspreekt om kampioen te worden. Die hebben wij niet. Wij willen wel play-offs halen. Nou, dat kan op verschillende manieren. Dat kan met een periodetitel, dat kan door middel van een stand. Uiteindelijk, als je kijkt, hebben we natuurlijk al een aantal topploegen gehad in de eerste fase van de competitie. Dordrecht in die zin, daar moet je punten pakken. Maar ook een aantal clubs zoals NAC, de Graafschap, Go Ahead, wat goede ploegen zijn. Ja, die hebben we al gehad. Dus ik denk al met al dat we wat te weinig hebben gekregen. Maar uiteindelijk, het einde van de rit, sta je waar je hoort te staan. Dan moet je daar niet over zeuren. Dan moet je zorgen dat je wedstrijden wint of punten pakt. En dan moet je gewoon een periode goed beginnen. 1, 2, 3 overwinningen pakken en dan kom je er lekker in. Ja, vaak helpt dat wel mee. Hè? Kijk, een tijdje geleden hadden we het er even over van ja, NEC is een aantal wedstrijden nu ongeslagen. Alleen er zaten volgens mij wel 4 gelijke spelen bij. Ja, dus eigenlijk moet je dan ook 1 of 2 wedstrijden winnen. Dat tikt wat beter aan. Dan ben je wel ongeslagen, maar gelijke spelen helpen niet altijd mee. Dus dat is balen. Maar goed, uiteindelijk krijg je van gelijkspel maar 1 punt, dus ik kan er niet meer bij praten. Maar ja, dan ben je wel ongeslagen, maar dan wil je eigenlijk wat meer hebben. Dus ik denk dat uiteindelijk dat we wat te weinig punten hebben. Maar nogmaals, je staat niet voor niks nu waar je staat. Dus dan moet je zorgen dat je meer wedstrijden gaat winnen. Succes in periode 2. Ja, dankjewel.